colorful clothes she wears, and the way the sunlight plays upon her head. Wat gebeurt hier vandaag? Vandaag hebben we bedacht voor activiteiten en iets van mensen te wijden. We willen samen zitten, lekker eten en samen gezellig te praten. En we hebben café genoemd, het is Buurtcafé. En kan elke dinsdag hier van 4 tot 6 bij ons komen eten en lekker kletsen met anderen. Oké, want en waarom gebeurt het überhaupt? Hè? Waarom hebben jullie hier een buurtcafé? Ik vind het leuk om met andere mensen te zijn en wil ik niet alleen thuis blijven. Dit is mijn hobby koken, daarom wil ik graag met mensen samen doen. Dus gewoon met andere vrijwilliger koken voor andere mensen. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me my excitations. Dag Talien. Wat is jouw functie vandaag? Ik ben sociaal makelaar bij Stichting Dunja Dienstverlening. Wat ik vooral doe is het ondersteunen van initiatieven bewoners. Want het is een hele organisatie natuurlijk. Dus qua PR kunnen wij mensen ondersteunen. Faciliteren doen wij. Even meedenken. En hoe gaat het hier? Hoe heeft ze het opgezet? Het gaat hartstikke goed. Het is de opening vandaag natuurlijk. We verwachten wel een opkomst van 30 bewoners. Vanaf volgende week gaat het echt gebeuren. Dan wordt het 3-gangen menu gereserveerd natuurlijk. Men mag van tevoren even reserveren bij haar. Je leven. En dat vindt u belangrijk? Ik vind het heel belangrijk. Het is goed voor je sociale contacten. En als je eens iemand tegenkomt in het winkelcentrum, is het leuk dat je mensen kent, een beetje van hun situatie weet en vraagt van, hé joh, tijd niet gezien, hoe gaat het ermee? En op die manier. En het is voor die kleine dingen die het even doen. Wat is er nou zo leuk aan vandaag? Vandaag, omdat eindelijk de wens van May in vervulling gaat. Al heel lang wil zij graag koken. En zij kan geweldig koken. Heeft u het naar uw zin? Ja, zeker. Ik ben pas hier gekomen, maar ik voel mij gewoon op mijn plek. U woont nog niet zo lang hier? Hoe lang woont u hier? 6 weken. Sinds 6 weken. En dan komt u hier lekker in het buurtcafé mee. En wat vindt u ervan? Ik vind het prima. Ik heb veel mensen hier ontmoet. Ik heb veel mensen gesproken. Ik heb veel activiteiten hier gezien. Ik ben nog nieuw. Ik ben nog niet helemaal geïntegreerd. Maar ik ben bezig.